Speciaal welkom aan de commissaris. Fijn om hier binnen om dit mooiste deal. Jan van der Grond, directeur van het Wereld Natuurfonds, zeg ik speciale gast. Joert on het woord in een liedsprogrammatie. Ja, Aanjochen en Jochter. Je moet wel denken, waarom zit daar Aanjochen en Jochter? Is dat de nieuwe sneldijk tussen Dokkum en Ljouwert? We hebben Joert bezocht om een heel soort boodschappen te brengen. En te verbinden eigenlijk. Dus de verbinding tussen aan de ene kant de wereldproblematiek. He, dat is het Living Planet Report Friese editie. En in dat boekje wordt ook een poging dienen om de grote problemen van de IADEC te verbinden met de lokale problemen. Omdat het lokale probleem natuurlijk dat ik helemaal mooi verboen ben. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. De kening van de Grooide is bedoeld om een alternatief te bieden. Want we kennen niet wat hoe een 15 jaar is gek en melken gaan. Maar mijn insteek is een beetje van zwaar dat vader die dat een alternatief is om op een andere manier te borgen. Nou ja, ik heb tot die tijd heb ik mooi dingen erin. Dat had ik op hetzelfde niveau de zon gereden, maar dus heute wie ik nog in boer mee wist. Alleen nog, ik heb uitbreiden in groen en qua intensiteit ben ik op een bepaalde grens en dat is mooi in evenwicht. Ik heb mijn eigen vrijheden van de kei en ben die maasjes en kan ik daar maar spelen, zeg maar. Ik heb een deel plant van gezondheid voor en een deel productie voor van mijn areaal. En die combinatie, die doet het hem. Mijn kenning van de Grooide hebben wij Pimoan Lien zijn. We geven mij een grote partij, een grote groep om partijen en geven starten met dit initiatief. Fase 1 gaat eigenlijk om, vinden we dit eigenlijk belangrijk, Marco? Want je kan ook zeggen, ja, wij maken hier meer eigenlijk door. Is het nou zo belangrijk, is er de mensen in Friesland of in Nederland hier nou werken van? Dat gaat door de urgentie. De tweede fase gaat door, kunnen we formule vinden, Marco, in Friesland, om echt op een andere manier activiteiten te ontplooien. Dat is de tweede fase, dat nemen we de opmaat. En uiteindelijk had dat slag het, in het laatste deel, de hoop je vanzelf om formule te vinden, die dusdanig werken dat we daarmee echt. Wat we dan de verovering nemen, andere gebieden helpen kennen, maar inrichtingsvraagstukken. Nou ja, dan hoop ik dus dat we zeggen kennen, er komen elke jaar 100% schrijven bij. Een landschap met het werken wordt er nooit dat wordt. Hoe krijg je een goede economie onder rijkdom in het land? En ik denk zelfs dat het een heel soort opsmitten geeft, ook voor de leberheid van de platteland. Dat neemt niet weg dat wij in een land leven. Waarbij we slechts 15% over hebben van de soort rijkdom die wij ooit kenden. We zitten in iets wat rare situatie dat het in Nederland naar verhouding qua soorten rijkdom helemaal niet goed gaat. We staan eigenlijk het slechtste op na Malta in de Europese Unie met een populatieomvang van de oorspronkelijke soorten rijkdom van iets van 15%. En loopt nog steeds verder terug. Nou, dat kan natuurlijk niet, dat kunnen we ons niet voorloven. Dus ik denk dat er hele grote kansen zijn voor vooruitgang. En het zou echt toch wel een stukje spektakel zijn als we juist in die meest karakteristieke cultuurlandschappen van ons vooruitgang weten te boeken. Dat moet ook wel een keertje, want straks hoeft het niet meer. Het initiatief Kening van de Grooide komt eigenlijk uit deze inspiratiebron voort. Wat doen we met de toekomst van ons boerenland? En ik weet hartst wel zeker dat het slag het, als we meer boerken, zoals Klaas Oeveringen en zijn collega's, dan is er geen enkele reden om net te denken dat die schriers en al die orenvogels en al dat oren prachtige blomkengoed en insecten die erbij heren, dat die weer in een positieve spiraal. Maar ken Friesland, ook wat de schriers betreft, heel goed het beste land van hier de wijze. Als het just van waarom is nou de Aronieren nooit slagen, dan is dat denk ik heel erg omdat die gearworking niet goed slag is. En dus als het nou het probleem is die gearworking goed te krijgen, zo is dan denk ik, zo omtekend, ik wil oplossingen verzinnen kennen. En dat is een beetje waarom we hier proberen dat vanuit alle kanten droegen onder water te stellen. In wat voor land wilt u leven? In wat voor provincie wilt u leven? Waarom denkt u dat er honderdduizenden toeristen naar Friesland komen? Om uw maïsvelden te bewonderen? Of het Engels rijgras? Ik denk het niet. En hoe zit het met uw prachtige taal, waar u zo trots op bent? Zou er niet een verband zijn tussen de eigenheid van het landschap en de sociale gemeenschap en de rijkdom van de taal? En zou het ook niet zo zijn dat als straks uw platteland letterlijk zwijgt, geen leeuwerik meer zingt, geen grutto meer is te horen, dat dan ook uw taal tot zwijgen komt? En dat u daar in diezelfde diversiteitsspiegel iets kwijt gaat raken, wat u heel moeilijk terug kan winnen. U bent hier in
in de Friese Statenzaal. U bent hier bij een provincie die zich enorm betrokken voelt bij natuur en bij landschap. We zijn niet voor niks als Friesland 2 jaar geleden uitgeroepen tot de mooiste provincie. En dat hebben we niet zelf gedaan, dat heeft de Vereniging van Cultuurlandschappen gedaan. Maar dat is een mooie prijs, maar het schept ook verplichtingen. Het schept verplichtingen om niet alleen maar de prijs in ontvangst te nemen en een mooie plek te geven, maar ook om die zorg in de toekomst verder vorm te geven. Je praat ook over nogal wat, hè? Dus ja, meer dan driekwart van het Friese landoppervlak is toch gewoon intensief bebouwd land. Driekwart daarvan nog weer eens een keer melkveehouderij, intensieve melkveehouderij. Om daar een verhaal te vertellen over natuur, biodiversiteit, bloemrijke graslanden, herstel van de weidevogelpopulatie. Nou, dat is best wel spannend. Maar ik heb toch een beetje het gevoel dat deels de trots ook op de Friese taal, het Friese land, de eigenheid en de verantwoordelijkheid die we in Friesland voelen voor de karakteristieke natuur die hier thuis hoort, dat een geweldige stimulans levert.